De laatste boeken die ik heb gelezen waren Methode van Onderzoek, SPSS voor Beginners en Hoe schrijf ik een scriptie. De redactie vond het tijd dat ik mijn literaire horizon ging verbreden en daarom ben ik nu op het literair festival De Wintertuin. Waarom organiseren jullie dit festival? Waarom organiseren we dit festival? Jongen, dat is een goede vraag. We proberen dus een ontmoetingsplek te zijn voor schrijvers en lezers. We proberen veel publiek bij de literaire cultuur te betrekken. Nou, dat lukt, weet je wel. Het is elke dag heel druk. Ook wel om een podium te hebben om nieuwe dingen te lanceren, opdrachten te kunnen geven. Zo'n festival, omdat er veel publiek komt en veel exposure is, kun je nieuwe dingen initiëren. Het festival is een soort platform voor heel veel dingen. Wout, jij bent hier gast van de talkshow. Hoe komt dat zo? Hoe dat zo komt? Ja, ik heb volgens mij is begonnen met een scriptie die ik heb geschreven. En Willem Klaassen, die show maakt, die had hem gelezen en zo via doorgestuurd gekregen. En ja, dat wilde hij graag in een talkshow hebben. Dat gaat over boeken en dat past natuurlijk in een literaire talkshow. En meer specifiek over uitgeverijen en is het iets anders dan het hebben over verhalen en zo. Dus we willen denk ik een uitstapje hebben. Ik denk dat het is. We hebben hele interessante sprekers gezien, allemaal ook schrijvers. Dus ik heb genoeg inspiratie opgedaan om er gelijk maar een boek bij te pakken. Doei!